Het CAK berekent de eigen bijdrage die mensen moeten betalen als zij gebruik maken van de ondersteuning vanuit de WMO. De bijdrage wordt berekend op basis van parameters. Ieder jaar stelt het ministerie van VWS de standaardparameters voor de WMO wettelijk vast. Gemeenten hebben de vrijheid om hun eigen beleid te ontwikkelen. Dat kunnen ze vormgeven door de parameters procentueel aan te passen. De voorwaarde is daarbij wel dat een bijdrage voor klanten nooit hoger mag uitkomen dan de maximale periodebijdrage die wettelijk is vastgesteld. Hoe werkt het aanpassen van de parameters in de praktijk? En wat zijn de knoppen waar gemeenten aan kunnen draaien? En hoe kunnen ze hun eigen beleid vormgeven? Het meeste effect behaalt een gemeente door met behulp van een van de volgende drie parameters de maximale periodebijdrage aan te passen: door de maximale periodebijdrage te verlagen, door de inkomensgrens op te trekken. Of door het marginaal tarief te verlagen. Die procentuele aanpassing van de wettelijke parameters moet overigens voor alle klantgroepen gelijk zijn. Als de periodebijdrage bij A wordt verlaagd, betekent dit dat klanten met een inkomen tot de gestelde grens bij B deze lagere eigen bijdrage gaan betalen. Klanten die een hoger inkomen hebben starten met de opbouw van de eigen bijdrage vanaf het bedrag gesteld bij A. Als de inkomensgrens wordt opgetrokken, Betalen meer mensen de laagste eigen bijdrage zoals gesteld bij A. Klanten met een inkomen hoger dan de gestelde inkomensgrens starten vanaf de inkomensgrens met opbouwen van de inkomensafhankelijke bijdrage. Wie heeft profijt van deze aanpassing? Klanten met een inkomen vanaf de oude inkomensgrens. Met het marginaal tarief, bij C, wordt de stijlheid van opbouw bepaald waarmee de eigen bijdrage stijgt in het inkomensafhankelijke deel van de eigen bijdrage. Wordt dit percentage naar beneden aangepast? Dan stijgt de eigen bijdrage minder hard vanaf de maximale periodebijdrage, zoals gesteld bij A. Wie heeft profijt van deze aanpassing? Klanten met een inkomen vanaf de inkomensgrens bij B. Daarnaast kunt u ook een minimabeleid inzetten. Hierbij kunt u klanten tot een bepaalde inkomensgrens ontzien van het betalen van een eigen bijdrage. Naast de parameters kan de gemeente ook besluiten om een lager tarief te rekenen dan zij zelf betaalt voor hulp, hulpmiddelen en voorzieningen. Deze aanpassingen hebben echter alleen effect op mensen die een relatief hoge eigen bijdrage betalen. Let op, ook deze aanpassing mag uitsluitend in het voordeel van de klant. Een hoger bedrag factureren dan de kostprijs is niet toegestaan. Wilt u hier voor 2017 mee aan de slag? Ga dan naar de EB-calculator op www.wmo-monitor.nl.